Frank. Welke ondernemers krijgen hulp en welke niet? Dat gaan we dan vanmiddag toch eindelijk horen van deze dame, de minister van Economische Zaken, Mikki Adriaansens. Eigenlijk zou zij dinsdag al haar plannen presenteren, toen donderdag, maar het wordt dus vandaag. En dan horen de grootverbruikers van wat de plannen worden van hun nieuwe kopzorg nummer 1. De torenhoge energierekening. Het gaat om bakkers, slagers, tuinders en dus andere grootverbruikers die daar dus meer duidelijkheid over gaan krijgen. En uiteraard, zoals dat dan wel vaker gaat in Den Haag, is dan al het nodige gelekt. Het zou gaan om een steunpakket van zo'n 3 miljard euro om de helft van de energierekening te vergoeden. Het geldt dan waarschijnlijk wel alleen voor bedrijven die 12,5% van hun omzet kwijt zijn aan die energiekosten. En er zit dan ook weer een maximum op, zo'n inmiddels bekend plafond. Hoe hoog dat plafond komt te staan, daar wordt tot op dit moment nog over onderhandeld. Ik heb contact met Arend Kisteman. Die is zelf bakker in Zwolle en voorman van alle bakkers in Nederland. En ik zie hem daar in de bakkerij staan. Goedemorgen. Goedemorgen. Nu weet ik dat bakkers normaal al een kort nachtje hebben. Heeft u een beetje kunnen slapen? Nou, ik niet veel, denk ik. Dus, het was laat gisteravond. Veel nadenken, veel rekenen. En het was vanochtend, dan waren we hier om 3:30. Dus ik denk dat ik er 2-3 uur heb geslapen vannacht. Als klopt wat al is uitgelekt is, is dat dan voor uw branche voldoende? Nee, is niet voldoende. Als je met die 50% van uitgaat, dan... Dan zullen onze kosten alsnog ongeveer 5 keer 6 gaan. Dus willen wij echt met dat percentage, wij zouden al richting 80% moeten gaan. 80% compensatie. En dat plafond waar jij het net over had, ja, er zijn geluiden dat rond de 160.000 euro is. Dat zou voor de kleinere bakkerijen voldoende zijn. Maar voor de middelgrote zal dat ook veel te weinig zijn. Dan heb je nog die 12%, die 12,5%. Dat is echt, Kiele zal dat worden, zeg maar. Sommige bedrijven zullen nooit op het randje zitten. Het zou mooi zijn als die net iets omlaag gaat. En ik weet vanuit andere branches dat voor heel veel al iets te hoog is, die 12,5. U staat daar ongetwijfeld in uw eigen bakkerij. Wat betekent dit voor u? Als je dit het is, dan moeten wij het gaan doorrekenen in onze verkoopprijs. Dan praat je toch over een stijging van ongeveer 15% wat je producten moet gaan verhogen. Een van de redenen van die compensatie was dat de prijzen niet te veel gaan stijgen. 15% vind ik een behoorlijke stijging. Ja, succes daar. En blijf vooral doorbakken. Het is voor de bakkers dus niet voldoende, zegt hun branchevoorzitter Arend Kisteman. Niet voldoende. Marieke, kan er nog meer bij komen? Dat lijkt me sterk, want Frank zei het net al. Het was eerst dinsdag, toen donderdag, nu vandaag. En er is zoveel discussie geweest achter de schermen tussen vooral minister Kaag en minister Adriaansens over hoe het eruit moest zien. Maar waar zit hem dat dan precies in? Ik bedoel, ze zijn het dus niet eens. Ze zijn het niet eens, ook voor wie zou dat moeten gelden. Ik hoorde ergens dat scholen erbij betrokken zouden moeten worden. Die willen ook natuurlijk energiekosten gecompenseerd zien. Dus het was allemaal heel erg moeilijk. Ik vraag me af of daar dan nog heel veel in te schuiven valt. Dus volgens mij zijn de partijen nu in die zin best wel blij met wat er nu ligt. Ja. Maar blijkbaar voor de bakkers dus niet voldoende. Nee, ziet u in Gouda dat daar natuurlijk ook grote zorgen zijn bij dit soort ondernemers? Ja, in mijn vorige gemeente Oudewaard had je 2 bakkers, dus nu nog maar 1. In Gouda is recent de slager gestopt. Vanwege de energiekosten. Want hij betaalde eerst 1000 euro per maand. En nu 7000 euro per maand. Ja, daar kun je niet tegenop ondernemen. Dat is zo heftig voor familiebedrijven vaak. Het MKB is ongelooflijk belangrijk voor onze economie. Dus maar komt deze hulp, want volgens mij gaat het dan ook pas volgend jaar in. Hè? In het voorjaar. Komt dit dan op tijd? Ik kan het niet goed inschatten. Ze zullen eerst het plan moeten zien en ook kijken wat dit betekent voor het MKB. Ik ben wel blij dat het kabinet een beweging maakt. Want MKB heeft onze steun hard nodig.